Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. In deze aflevering gaan we hopelijk wereld 5 completen. Dan moet het een beetje meezitten met het behalen van de vlaggetjes en de coins natuurlijk. Ik hoop dat we daar niet te veel dingen echt per se voor nodig hebben, items. Anders moeten we die weer gaan scavengen en daar heb ik geen zin in. Dat is altijd een beetje jammer als je die moet gaan backtracken om die dingen te halen. Vorige aflevering was best wel backtrack heavy. Dus we gaan het zien hoe het er deze zit. Er zitten wel van die vliegblokjes bij. Dat vind ik wel altijd leuke levels. Nou, dit zal een vliegblok zijn. Yo. Het is net alsof ik deze game een beetje snap. Ik vind dit wel altijd leuke levels. Plekken gezien waar eventueel coins kunnen zitten, zoals daar. Dat was de eerste, dus dat is mooi. Hier te zien. Oké. Sowieso daar een coin. Verder nog niet echt. Is er nog ergens een... Moet ik daarop inzoomen? Ja. Dat is een toad. Ik ben benieuwd wat die toad gaat doen. Oh, naar de goal. Grappig. Oké. Dit gaat nog steeds goed. Oh, net aan. Die moeite gaan we niet doen. We moeten vooral die ene coin hebben die daar is. Oh fuck. Nice! In één keer gehaald. Top! Nice!
Daar houden we van, boys and girls. Dat zijn de top... dat zijn de top dingen. Nou, even niet uit mijn woorden. Oké, nu komt er een kazige steel. Ja, we hebben zeker genoeg coins. We hebben namelijk alle coins die er tot nu toe te halen zijn. We zijn namelijk Mario Masters. Ik wou Pokémon Masters zeggen, maar we zijn ook Mario Masters. Ik kan me dit level nog ergens wel vaag herinneren in mijn geheugen. Dit soort levels vind ik altijd lastig dat je niet zo goed kan zien. Kijk, dit is beter. Laten we kijken. Er zit vast... Ja, daar is het goal. Er zit vast ergens iets wat ik moet inzoomen. Daar is het goal, dat snap ik. Oké. Oh, daar kreeg ik meteen damage van. Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Ik heb alleen gemist, dat kut. Nou, ik moet dit level straks even nemen. Ja, daar is Bowser, die is boos. Ik ken het liedje Bowser. Oh, die waren opeens hoger dan ik expected. Gewoon maar rennen. Kut. Oh, zag die flip naar de back. Maar bouw ze maar weg. Kijk. Lemon squeezy is er niks bij. Het is alleen weer geen echte Bowser, kijk maar. Poef. Het was nu Kamek met een blaadje. Dat ook nog. Nou ja, ik moet hem toch opnieuw doen. Ik heb de long jump niet onder controle bij deze game. Dat is super irritant. Die is in Mario Galaxy toch een stukje makkelijker. Eerst maar eens even die tweede coin zien te vinden. Hier is normaal de eerste coin.
Ik heb de tweede coin gevonden in ieder geval. Oké. We hebben alle coins nou. Kijk, daar zijn we wel blij mee. Nee. Bowser, gaan we nu weer lastig doen? Oké, baas, het moet niet lastig zijn. Laat me het gewoon door. Oh, tuurlijk, want daar kon ik in dit geval iets aan doen. Oké. Dat ging goed. Niet helemaal zoals ik had gehoopt, maar het ging goed in ieder geval. The comic is gone. Zie je, nu deed hij de long jump niet. Wacht. Even kijken, als ik nou zo doe. Hè? Long jumps zijn gewoon fucking moeilijk in deze game. Dat was een long jump, maar hij telt hem niet. Jongens. Nou, dan gaan we even naar World 1. Want daar kunnen we natuurlijk weer blaadjes halen, zoals we allemaal weten. Want dat hebben we al 724 keer gedaan. Nu vraag ik me dus echt af of hij nog ergens anders een blaadje kan halen, anders ben ik relatief genaamd. Heb deze grote dude maar ook nog? Deze kleine misschien? Nee, deze, die geeft gewoon allemaal geen blaadje meer. Dat is niet goed. Ik moet voor de zekerheid het nog een keer doen, want ik moet met een blaadje op zak de finish halen. Ik ga voor de zekerheid nog een keer doen.
Wow. Need to go. Toch wel gratis leven elke keer, dat is wel mooi. Wahoo! Wahoo! Goed, nog één keer kasteel level halen in wereld 5 en dan is wereld 5 helemaal gecompleet. Dan gaan we naar wereld 6 hierna. Kut, ik heb het Mario-syndroom. Oh. Voor de mensen die zich afvragen, wat is het Mario-syndroom? Het Mario-syndroom is dat je te snel wil. Je wil door de game heen rushen en dat is een beetje een probleem. Dat kan je erg upfucken, om precies te zijn. Dit is weer zo'n voorbeeld daarvan. Het is gewoon zo onnodig, kom op. We weten allemaal dat ik de skills bezit, want zo moeilijk is het level helemaal niet. Alleen omdat ik dan zo snel wil, dan gebeuren die dingen. Zoals dit ook. Dit gebeurt ook alleen maar omdat ik te snel wil. Hier weer. Oh. Het is ook helemaal niet moeilijk, dat is nog het ergste. Als het nou moeilijk was, maar dat is het niet eens. Kom op Mario, rennen. Goed bezig, en nog meer rennen. Top. Nou, dit was gewoon onzin. Dit is top. En een vuurtje. Oké. Zag je dat? Weer een invisible wall. Oh, ik haat het zo erg. Daar kan ik zo boos om worden. Maar ik moet mezelf containen. Kom op, dan. Ren door. Speedy Gonzales. Niet afleiden door de bullshit waar ik naar doorheen ben gegaan.
boos, maar dat is hij altijd. Dus lekker boos laten zijn. Oké, rennen. Oké. Nou. Weer een invisible wall waar je dan tegenaan springt. Ik snap dat echt niet. Ja, weet je wat het irritant aan die Bowser is? Hij is helemaal niet moeilijk. En hij is ook best wel slecht zelfs, want zulke goede aanvallen doet hij niet. Alleen, de bedoeling is dat je langzaam komt. Alleen, er is niet een duidelijke tactiek die je dan moet volgen. Je moet gewoon geluk hebben dat je er langzaam gaat. En dat je dit niet kan skippen, is ook wel. Hoe zou ik dat moeten ontwijken? Oké, nice. Go fuck yourself, Kamek. Zo, een blaadje gebruiken. Cute, we mogen door, wat fijn. Wereld 6, daar gaan we naartoe. En dan gaan we de volgende aflevering doen. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan gaan we de volgende aflevering door naar Wereld 6. Adios, amigos.